ben begonnen op de christelijke MAVO aan de Schoolstraat. En daar ben ik gekomen omdat mijn moeder altijd meeging met de werkweken van groep 3. En toen mocht ik ook een keer mee omdat ik geen werk had. 2 weken later stond er iemand aan de deur. En die vroeg, Jeanette, heb je nog geen werk en lijkt je dit wat? Maar jij geen werk hebt, zeg je natuurlijk altijd. Ja, natuurlijk lijkt me dat wat. Geen idee wat ik toen allemaal moest doen. En ook niet allemaal wat er over mij heen is gekomen toen ik ben begonnen. Nooit verwacht dat het zo complex was om te doen. En ja, ik heb ook nooit kunnen denken dat ik hier na 40 jaar nog zou rondhuppelen. En je bent meegegaan naar het Noordic, aan de Koolthofsingel. Hoe is het om hier te mogen werken? Het was wel een hele verandering om hier naartoe te gaan. Schoolstraat was natuurlijk heel klein. Niet zoveel leerlingen, weinig collega's. Hier heel veel collega's. En dan moest ik wel even heel goed mijn draai vinden. Werkzaamheden waren toch anders. Maar goed, we zijn nu een klein groepje als administratie binnen het grote Noordic eigenlijk. En ja, dat werkt prima. We zijn net iets meer als collega's. En dat houdt het eigenlijk wel in dat je daar heel lang door kunt blijven. Ja, welke werkzaamheden doe jij zo ongeveer op een dag? Nou, de telefoon aannemen. Elke dag, elke middag. Rapporten maken, examens, examenadministratie helemaal regelen. De lijstjes die docenten graag willen hebben om die te printen. Dan moet dit verstuurd worden. Dan wil iemand scharen bestellen of mappen. En dat komt allemaal hier langs. En dan hou je ook nog eens een keer gewoon een persoonlijk praatje, wat ook altijd heel gezellig is. En dan is de dag zo voorbij. En dat hou jij nog wel een paar jaar vol, neem ik aan. Nou, ik hoop het. Ik kan niet zeggen op naar de volgende 40 jaar. Dat is wel een beetje heel overdreven natuurlijk. Maar misschien de 45 haal ik nog wel.